In 2015 creëerde het ensemble Zefiro de multidisciplinaire voorstelling Plus Nul Regret. We vroegen aan de Antwerpse beeldend kunstenares Annemie van Kerkhoven een werk te creëren geïnspireerd door iconografie refererend naar de complexe leef- en gevoelswereld van landvoogdes Margarethe van Oostenrijk. Annemie van Kerkhoven, die een bijzondere fascinatie heeft voor de voorstelling van de vrouw, bouwde haar werk op rond het beeld van een 15e-eeuwse houtgravure van meester Caspar van Rekensburg, getiteld Vrouw Minnes Macht over Mannenharten. Vrouw Minne wordt omringd door 18 harten die schade lijden, door midden gezaagd, geroosterd, doorspiest, gevangen in een muizenval, verbrand, etc. Een spreukband in het oorspronkelijke werk luidt: Mijn herz leidt schmerz. Een jonge man smeekt vrouw Minne hem van zijn pijn te verlossen. Zijn woorden worden weergegeven met de inscriptie: O fräulein hübsch en fijn, erlöse mich aus der pijn en sleust mich in die armen dein. Een klare boodschap: Mannen moeten zich hoeden voor de macht van de liefde, omdat vrouw Minne hartzeer veroorzaakt.